Goedemiddag, gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden en degenen die via de media de dienst meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee Van der Ree, voor. De schriftlezing is uit 2 Timotheus 3, de versen 1 tot en met 4, vers 6. Het thema van de dienst is het gezag van de Bijbel. Mededelingen namens de kerkraad, de collectors. De fysieke collecte in de dienst is bestemd voor noodhulp aan vervolgde christenen in Oost-Pakistan. Van harte aanbevolen. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Graag bij voorkeur maandelijks overmaken. We gaan nu zingen Psalm 34, vers 9 en 11. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is
de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 45, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 45, daar zingt de psalmdichter: mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Zo onder de indruk van de koning en de schoonheid van de koning, die ook als een held uitgaat, hij rijdt zegerrijk in zijn heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Over dat woord zal het vanmiddag ook gaan in deze dienst, het gezag van het woord van God. Laten wij zingen uit Psalm 45, het eerste en het tweede vers. Thank you.
in verbondenheid met alle die dat wereldwijd doen en ook in eerdere dagen hebben gedaan, de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, mogen wij ons geloof belijden. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En willen daarna met elkaar zingen uit Psalm 111, het tweede vers. En ieder van u spreken in zijn of in haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, dat is katholieke, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij eerst met elkaar nu bidden om de opening van Gods woord voor ons hart. Laten wij bidden en danken. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, op deze middag mogen we opnieuw samenkomen hier in uw huis, waar uw woord in ons midden ligt. Heel letterlijk hier op de preekstoel. Maar Heere, dat is ook waar het om ons om te doen mag zijn. We zijn samengekomen rondom uw woord. En Heere, dat woord, daar moeten we het van hebben, de Bijbel die we bezitten. En wij danken u, Heere, dat we hem bezitten. Dat we hem kunnen lezen in onze eigen taal. Dat ook er vertalers bezig zijn met kennis van zaken om ook in andere talen waarin het nog niet beschikbaar is uw woord te vertalen. Heere, wij bidden voor hen en voor hun werk. Zegent u hen. Vul hen met uw geest. En wat een geweldig voorrecht is het dat wij in alle vrijheid ook uw woord kunnen lezen. Dat we het mogen bezitten, dat we het tot ons kunnen nemen. Heren, wij bidden ook voor christenen die dat op die manier niet mogen. En die leven onder de dreiging dat als er een Bijbel gevonden wordt in hun bezit, er straf op volgt. Heren, wilt u ook daar uw woord zijn loop doen hebben? Wij willen u danken dat u het ons geeft dat wij in alle vrijheid vanmiddag samen mogen komen
als gemeente hier in de kerk of dat we ook thuis verbonden zijn met deze dienst. En Heere, we bidden u, wilt u in deze vrijheid dan ook uw woord werkelijk tot ons spreken? Geef ons open oor en een open hart om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Want Heere, dat belijden wij ten aanzien van uw woord, dat daardoorheen de Geest spreekt, nog altijd zoals uw Geest ook toen gesproken heeft tot de Bijbelschrijvers. Dat uw Geest ook vandaag spreekt. En dat Hij uw woord toepast in onze harten. En ook op onze situatie als kerk en gemeente. En Heere, wilt u dan met uw Geest ook werken? Geef dat we trouw zijn aan uw woord. Geef dat predikanten dat zijn. En ambtsdragers dat zijn. Want Heere, alleen als uw woord werkelijk zelf tot spreken wordt gebracht, dan spreekt ook u zelf. Bewaar ons ervoor dat we uw woord zouden lezen of zouden uitleggen op zo'n manier dat het alleen maar in ons eigen straatje past. Geef ons eerlijkheid. En geef ons dat ook, Heere, in het luisteren naar uw woord. Als we het bestuderen, wanneer we als gemeente samenkomen om dat te doen, op verenigingen. Heere, wij bidden u. Geef dat uw woord zeggingskracht heeft, steeds weer opnieuw. En geef dat we dan ook ons mogen verwonderen over de rijkdom van wat in uw woord staat. Heere, wilt u het zo maken dat het een schat mag zijn, waaruit we steeds weer opnieuw oude en nieuwe schatten mogen opdiepen. Heere, wij willen u bidden of u ons een gezegende dienst wil geven. U laat niet alleen hier bij ons uw woord verkondigen en niet alleen hier komen christenen bijeen om uw naam groot te maken en te prijzen. Nee, uw kerk, Heere, die is wereldwijd. Het gebeurt op andere plaatsen hier in Veenendaal. En wij danken u dat we ons ook met hen verbonden weten. Laat ook daar uw woord het mogen zeggen. En Heere, wilt u het over heel deze wereld heen doen. Zegent u allen die van u een taak hebben gekregen om dat verder te brengen tot aan de uitersten van de aarde, zoals u zelf ook ons hebt opgedragen. Zegent u zendelingen en evangelisten en predikanten, voorgangers, allen die op welke wijze ook een speciale roeping van u hebben ontvangen in dit werk, in uw koninkrijk. Maar Heere, zegen ons ook en zegen ook hen die niet in die speciale roeping ontvingen, maar op de plek waar u ze hebt neergezet, getuigen mogen zijn van deze dingen die u in uw woord zegt. Heere, maak ook van ons leesbare brieven, dat als het ware de Bijbel ons op het lijf geschreven is, omdat het ons doen en laten bepaalt, ons denken, ons spreken en zwijgen. Heere, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan hen die in deze dienst een taak hebben. We mogen het doen tot eer van u en tot opbouw van de gemeente. Zo geeft u gaven in de gemeente. En wanneer we geroepen worden om die in en rondom deze dienst in te zetten, Heere, wilt u dan uw zegen daar ook aan verbinden. Heere, zo wachten wij op u en op de komst van uw Heilige Geest bij de opening van uw woord. En als we ook de belijdenis als leidraad mogen nemen bij het lezen van uw woord. Heere, laat dan ook zien hoe u in eerdere geslachten met uw Geest zo hebt gewerkt dat helder is gemaakt hoe wij uw woord mogen ontvangen. Hoor ons dan in de naam van Jezus Christus in de vergeving van al onze zonden. Amen.
Jongens en meisjes, ik wil vanmiddag beginnen met een verhaal dat echt is gebeurd. Het is een verhaal uit China en ik heb er ook een foto van meegenomen. En die foto hoort niet precies bij het verhaal wat ik ga vertellen, maar het past er ook wel weer bij. Het is ongeveer zoiets. Zo moet het toen geweest zijn. Ik zei al, het is een echt gebeurd verhaal. Een groep christenen die was op zondag bij elkaar gekomen, ergens in een zaaltje, in een huis, om stiekem een kerkdienst te houden, daar in China. En de dienst was net een tijdje onderweg, toen er plotseling de deur werd opengegooid. En op de drempel stond een man in uniform. Duidelijk iemand van de Chinese overheid. En de christenen daar, die schrokken geweldig. Want in China mag je eigenlijk geen christen zijn. Ja, je mag het wel op de manier dat de regering het zegt zijn, maar niet echt. Zoals het vanuit de Bijbel moet. En zouden nou die christenen daar een grote geldboete krijgen? Zou de dominee misschien worden opgepakt? Dat gebeurt nogal eens. In de gevangenis terechtkomen? Nee, er gebeurde wat anders. Die politieagent die liep recht op de dominee af en die vroeg met een streng gezicht: wilt u mij een Bijbel verkopen? Wat een rare vraag. De dominee die had de tegenwoordigheid van geest om te zeggen: nee, ik wil u geen Bijbel verkopen, maar ik wil u er wel een geven. En zonder verder nog iets te zeggen, vertrok die man met een Bijbel en hij ging weer weg. Een paar weken later was er weer kerk. En weer ging de deur open. En opnieuw stond daar diezelfde politieagent in zijn eentje. En dit keer vroeg hij om een liedboek met de psalmen en de liederen erin. En ook dat werd aan hem gegeven. En weg ging die weer. En pas maanden later is duidelijk geworden wat er nou precies aan de hand was. Die man in uniform, dat was een beambte van de geheime dienst. En die moest in opdracht van zijn chefs luisteren naar radiozenders, buitenlandse radiozenders, die op China gericht waren. Om te kijken of er maatregelen tegen die zenders genomen moesten worden. Maar zo had hij ook geluisterd naar een christelijke radiozender. En daarbij had de boodschap van de Bijbel, die hij toen had gehoord, zijn hart geraakt. En met zijn collega's die dat ook deden, die bij hem waren, was dat ook gebeurd. En nou kwamen ze bij elkaar om samen over de uitzendingen van die christelijke radiozender door te praten. Maar ja, ze misten een Bijbel. En ze wilden graag ook meezingen met de liederen, maar ze misten een liedboek. En zo zijn deze mannen na verloop van tijd tot geloof gekomen en de Heere God gaan dienen. Waarom vertel ik jullie dit verhaal, jongens en meisjes? Nou, allereerst omdat het natuurlijk een bemoedigend verhaal is. Want zo zie je dat de Heere God soms op heel bijzondere manieren mensen tot geloof brengt. Wat is Hij machtig. Maar ook nog om iets anders vertel ik dit verhaal, want het gaat vanmiddag over het gezag van de Bijbel. En dat is misschien best wel een beetje een moeilijk onderwerp. Wat is dat nou precies? Nou, dat verhaal laat het eigenlijk een beetje zien. Die beambten van de overheid van China, die moesten eigenlijk gehoorzaam uitvoeren wat hun chefs tegen hen hadden gezegd. Ze moesten naar de radiozenders luisteren en laten weten of ze uit de lucht gehaald moesten worden, of ze gestoord moesten worden. Die chefs die hadden gezag over hen. Die zeiden hoe het moest. Maar nou waren ze tot geloof gekomen. En nou kreeg de Bijbel gezag. En daarmee kreeg ook de Heere God gezag. Hij kreeg het voor het zeggen in hun leven. En werd belangrijker dan wat hun chefs zeiden. En hun opdrachten voerden ze niet meer uit. Maar ze gingen luisteren naar wat er in de Bijbel staat. En daarom wilden ze er ook eentje hebben om in te lezen. De Bijbel had gezag voor hen gekregen. Die was belangrijk voor hen geworden. Daarover gaat het, gemeente. We gaan met elkaar daar ook over lezen in 2 Timotheus 3 vanaf vers 1. We lezen door tot hoofdstuk 4, het vijfde vers. 2 Timotheus 3 vanaf vers 1 tot hoofdstuk 4, vers 5. En daarna zingen we uit Psalm 119,
die psalm die eigenlijk vol is van de vreugde en de blijdschap die er mag zijn om de wet en het woord van de Heere God. We zingen de versen 47, 65 en 84 van psalm 119. 2 Timotheus 3 vanaf vers 1. Daar schrijft de apostel Paulus: en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en de vrouwtjes in hun macht krijgen, die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerte gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden. Zoals dat ook bij die twee het geval was. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die alle heeft de Heer mij verlost. En ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Tot zover.
Als antwoord op de preek zingen we uit Psalm 56, het vijfde vers. Psalm 56, vers 5. Meten wij luisteren naar het woord van de Heere God, zoals dat ook wordt samengevat en onder woorden wordt gebracht in de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ik wil met u lezen artikel 3 en artikel 5. Artikel 3, daar staat boven het woord van God. En we belijden met de kerk van de reformatie. Wij belijden dat dit woord van God niet is voortgekomen uit de wil van een mens, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen gesproken hebben, zoals de heilige Petrus het zegt in 2 Petrus 1 vers 21. En daarna heeft God in zijn bijzondere zorg voor ons en ons heil aan zijn knechten, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord op schrift te stellen. En zelf heeft hij met zijn vinger de twee tafelen van de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke schriften. En dan in artikel 4 somt Guido de Bray alle Bijbelboeken op, de 66 zoals wij die ook in onze Bijbel hebben staan, verdeeld over Oude en Nieuwe Testament. En dan gaat het in artikel 5 als volgt verder. Wij aanvaarden al deze boeken en deze alleen als heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En zonder te twijfelen geloven wij alles wat zij bevatten, en dat niet zozeer omdat de kerk ze aanvaardt en als zodanig erkent, maar bovenal omdat de Heilige Geest ons getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. Ze hebben ook het bewijs daarvan in zichzelf. Daar zelfs blinden tasten kunnen dat de dingen die erin voorzegd zijn, geschieden. Thema voor de preek is dus het gezag van de Bijbel. Gemeente van Christus, afgelopen week zijn er bij ons thuis zonnepanelen op het dak geplaatst. Energieprijzen die gaan de lucht in. Het was een wens die we al wat langer hadden en nu was een goed moment om dat te doen en dat kon. Want zonnepanelen die verdienen zichzelf terug. Ervan uitgaande dat ze niet voortijdig kapot gaan, heb je een aantal jaren nodig en dan op een zeker moment heb je de investering eruit. En dan beginnen ze je geld op te leveren. Dat komt natuurlijk omdat die zonnepanelen energie kunnen opwekken. Wat dat betreft zijn het bijzondere platen. En er zullen hier vast middelbare scholieren zijn en mensen met wat technische kennis en zo die dan kunnen uitleggen hoe zo'n zonnepaneel werkt. Dat ze eigenlijk uit twee lagen bestaan en onder invloed van zonlicht gaan er dan moleculen heen en weer en dan ontstaat er elektrische stroom. Nou, u merkt wel, voor iemand als ik die niet zoveel technische gaven heeft gekregen, is zo'n zonnepaneel toch vooral een wonderlijk iets. Iets wat ik niet goed begrijp, wat ik niet kan uitleggen en bewijzen, maar waarvan ik wel iets ervaar. Namelijk dat vanaf het moment dat ze werden aangezet, de teller begon te lopen. Elektriciteit werd opgewekt. Voor een leek als ik zit er iets in zo'n zonnepaneel wat het doet. En wat dat iets dan precies is, dat weet ik niet. Maar er zit iets van, iets in waar kracht van uitgaat. Gemeente, vanmiddag gaat het over het gezag van de Bijbel. Waarom heeft de Bijbel nou eigenlijk gezag? Waarom zou je dat boek gezag moeten toekennen? Waarom zeggen christenen, dit is niet zomaar een boek. Er zijn vele boeken in de wereld, ook vele goede, mooie boeken, maar dit boek gaat boven allen uit. Het heeft zeggingskracht. Zoals een zonnepaneel niet zomaar een plaat is van hout of van metaal. Nee, dat is iets unieks. Daar zit iets in
waar kracht van uitgaat. Maar wat is dat nou precies? Kun je dat ervaren en hoe dan? Is het er eigenlijk wel? Of moet je met dat gezag van de Bijbel toch dat liever maar wat afzwakken? Rond het thema het gezag van de Bijbel is vandaag veel te doen. Dat zult u vast wel hier of daar hebben meegekregen. En ik denk dat dat verschillende redenen heeft. Wij leven allereerst in een tijd van ontlezing. Heel veel mensen lezen niet meer of steeds minder. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Zeker ook onder jongeren is dat het geval. En ja, dan is het de vraag al snel, waarom zou je nou zo'n boek ter hand moeten nemen? En wat ook zo is, is dat we leven in een tijd waarin sowieso dat woordje gezag heel ingewikkeld wordt gevonden. Onze westerse maatschappij die is zo geëmancipeerd dat gezag bij voorbaat al een verdachte klank heeft. Dan kan het gebeuren dat een docent zichzelf presenteert aan het begin van een nieuw schooljaar als iemand die vooral tussen de studenten, tussen de leerlingen wil gaan staan en zegt, kom jongens, we gaan samen op zoek. Op ontdekkingstocht. En een burgemeester of een directeur, die spreek je het liefst maar gewoon bij de voornaam aan. Want ja, dat zijn ook maar gewoon mensen die toevallig net een ander beroep hebben gekozen dan jij. En dan haal ik het even naar ook de kerkelijke situatie, wanneer een synode uitspraken doet over wat volgens de meerderheid de best mogelijke uitleg is van bijbelteksten, bijvoorbeeld rond het onderwerp van de verhouding tussen man en vrouw en hun onderscheiden rollen en functies en wat dat dan ook betekent voor het wel of niet dragen van een kerkelijk ambt. Ja, dan kun je al snel in zo'n houding terechtkomen van, ja, dat zeggen zij, maar dat bepaal ik zelf. Daarin kies ik mijn eigen lijn. Nou, gemeente, zowel in de maatschappij als in kerken, gezag wordt niet zomaar geaccepteerd. En straalt dat niet ook af op de Bijbel? Ontkomen er niet aan om die vragen van vanmiddag eens onder ogen te zien, want velen ervaren ze. Dat zijn maar niet theoretische vragen, dat zijn ook niet alleen maar vragen die je op een theologische universiteit, waarover je daar zou moeten nadenken. Nee, het kan heel goed dat u dat van binnen gewoon ook wel eens afvraagt. En jongeren, jonge mensen vaak voorop. Als je bent grootgebracht in een wereld waarin je geleerd wordt dat je niet zomaar alles voor zoete koek moet slikken. En dat is natuurlijk terecht. Moet je ook niet zomaar doen. Soms denk je wel eens, gebeurde het maar wat meer, dat niet alles voor zoete koek werd geslikt. Maar u begrijpt, als je in zo'n wereld leeft, dan is het gezag van de Bijbel natuurlijk ook niet meer vanzelfsprekend. Waarom zou je die nou als leidraad nemen in je leven? Waarom is dat boek het waard om dagelijks te lezen? Als de bron van waaruit je leeft en ook de norm die bepaalt wat wel en niet, hoe je leeft. Terwijl wij vele eeuwen later leven, want dat is dan een van de dingen die dan wel eens moeite geven. Ja, onze wereld is toch zo anders dan de wereld van de Bijbelschrijvers. Geschriften van duizenden jaren geleden, moeten die nou bepalen hoe je vandaag denkt en doet en leeft? Kan dat eigenlijk wel? Daar zit zo'n grote kloof tussen. Is dat nog wel te doen in onze tijd, waarin de wereld in onze beleving zo razendsnel verandert en er steeds totaal anders komt uit te zien? Het is toch ook totaal anders dan hoe het ooit was in Israël of in Korinthe of in Filippi of in de streken van Klein-Azië. En nog zo'n moeilijke vraag, u begrijpt, we verkennen eerst maar even het veld. Nog zo'n moeilijke vraag, als je de Bijbel als uitgangspunt neemt, waarom niet een ander boek? De Koran bijvoorbeeld. Voor buitenstaanders die niet zoveel hebben met geloof en kerk en zo, die
Voor hen lijkt het vaak gewoon één pot nat. De een die kiest voor de Bijbel als bron van inspiratie. De ander die kiest voor de Koran. Weer een ander misschien voor nog iets. Het zal er ook vast mee te maken hebben bij waar je mee bent opgegroeid. Je kunt er ook voor kiezen om dat allemaal niet te hebben. En wie de Bijbel dan wat beter kent, zou dan ook nog dit kunnen vragen. Waarom laat je je nou leiden door deze Bijbelboeken? Want u weet wellicht nog wel van catechisatie. Het woord Bijbel, dat komt van Biblia, dat betekent boeken, meervoud. Eigenlijk is dit een bibliotheek, als ze in één band zitten. Met 66 boeken. Maar waarom nou deze boeken? Er zijn toch ook nog andere geschriften die ook heel dicht bij de Bijbel staan. Als u in een boekwinkel gaat kijken naar de uitgaves van Bijbelvertalingen, dan zult u zien dat er exemplaren zijn met dezelfde Bijbelboeken die wij hebben. Genesis tot en met Openbaring. Maar er zijn er ook waarin nog andere Bijbelboeken zijn toegevoegd. Dat noemen we de apocryfe boeken. Waarom houden wij die er buiten? Terwijl ze bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke Kerk wel gebruikt worden. Nou, gemeente, u merkt, er zijn heel wat vragen die hier spelen. En ze kunnen ook zomaar aan je gesteld worden. Wat dat betreft is de Nederlandse geloofsbelijdenis wel een prachtig boekje om te leren hoe je nou je geloof kunt verantwoorden. En artikel 3 en 5 gaan dan dus over dat gezag van de Bijbel. Hoe kun je dat nou verantwoorden? Want Guido de Bret die moet zich ook verantwoorden tegenover de koning Philips II en de landvoogdes. En het kan ook in jezelf leven. Jongeren op catechisatie, ze komen ermee. En kom er inderdaad mee alsjeblieft. Stel je vragen. Is die Bijbel nou wel een bijzonder boek? Is het een goddelijk boek? Hoezo? Kun je bij het lezen van de Bijbel zeggen, dit zegt de Heere tegen mij? Is het zo rechtstreeks? Alsof Hij voor je staat en iets tegen je zegt. Mag je het je zo voorstellen? Of is het meer dat Mozes zegt, of Paulus, of Petrus? Weet, hoe komt het dat Guido de Bret ook zo uitgebreid ingaat op die vragen? We hebben vanmiddag alleen artikel 3 en 5 gelezen. Dat is ook de kern, denk ik wel. Maar liefst 6 artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis die gaan over het woord van God. Nou, de hele Nederlandse geloofsbelijdenis bestaat uit 37 artikelen, dus bijna een zesde deel gaat hierover. Dat is behoorlijk wat. Het heeft alles te maken met de situatie van zijn dagen. Ook toen leefden er heel wat vragen rondom de Bijbel. Het was nog maar kort na het begin van de reformatie. En die reformatie die had ervoor gezorgd dat de gewone mensen in de Bijbel konden lezen. Voor die tijd was dat niet mogelijk, was dat zelfs verboden. Alleen bisschoppen en priesters die mochten in de Bijbel lezen, die hadden een Bijbel in het Latijn en daaruit werd voorgelezen tijdens de mis, tijdens de kerkdiensten. Maar de gewone man in de straat, die begreep er helemaal niks van. En je moest er maar op vertrouwen dat datgene wat in de kerk beweerd werd, dat het ook klopte met wat er in de Bijbel staat. Maar gemeente, nou kregen die mensen plotseling zelf een Bijbel in handen. En ook nog eentje die vertaald was in hun eigen taal. Stel u zich dat even voor. Want dat betekent dat je voor het eerst een Bijbel in handen hebt. En als je het hebt geleerd, dat je hem dan ook nog kunt lezen. En dat er scholen komen om je te leren lezen. Want je moet de Bijbel kunnen lezen. En dan sla je die Bijbel open. En dan is het zo direct. Dan is het niet een priester die iets in het Latijn tegen je zegt. Ja, wie is het eigenlijk wel? Nou, zegt Guido de Bret. Dan is het God zelf die tot je spreekt. Gemeente, zo hoor je in deze artikelen ook nog iets van de verrukking hiervan. Als we artikel 5 lezen, in onze versie
staat het er zo: wij aanvaarden al deze boeken en deze alleen als heilig en kanoniek. In de oorspronkelijke tekst heeft het er net iets anders gestaan. Daar staat: wij ontvangen al deze boeken als heilig en kanoniek. Stelt u zich Guido de Bren nog even voor, daar in zo'n tuinhuisje waar hij zich schuil moet houden, want het is de tijd van de brandstapels. En zojuist heeft zijn vriend een eerste exemplaar gebracht. De boekdrukkunst is net uitgevonden. Ze kunnen nu bij massa geproduceerd worden. En hij heeft een eerste exemplaar gebracht van een Franse Bijbel. En Guido de Bren neemt het ding in handen. En vol verrukking roept die priester het uit: wij ontvangen al deze boeken van de Bijbel. Door vele eeuwen heen is het woord van God nu ook in zijn eigen taal bij hem gekomen en in de taal van, ja, van zijn gemeente. Dat oude woord waarin de Heere zich openbaart, waarin hij zich bekend maakt, zich laat horen dat er verlossing is voor een wereld verloren in schuld, verlossing voor zondaren die zonder de genade van de Heer Jezus voor eeuwig verloren gaan. En dat je dat boek in handen krijgt. Kijk Guido, hier is er één voor jou. Wij ontvangen. En u mag daar nog iets van die verrukking in horen. Wat een geschenk. Wat een genade. Wat een bezit. Gemeente, heeft u zo wel eens een nieuwe Bijbel gekocht? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Zo kennen wij dat niet. In een boekhandel, daar staat een hele rij en dat kun je kopen. En u heeft thuis vast een Bijbel en misschien wel meerdere Bijbels. En misschien liggen ze wel gewoon ergens. Die Bijbels die u niet meer gebruikt. En op je telefoon, ja, je downloadt zo een app, vaak gratis, en dan kun je lezen. Er is een tijd geweest dat het allemaal niet vanzelfsprekend was. Dat een Bijbel een kostbaar bezit was. Maar ja, dan stel je vervolgens ook wel voor dat Guido de Bree is gaan nadenken. Goed, nou heb ik een Bijbel en mijn gemeenteleden die kunnen die Bijbel gaan lezen. Maar nou is er wel goede leiding, onderwijs nodig om hen wegwijs te maken. En nou moet ik me ook voor de koning van Spanje, die het zo op ons heeft aangelegd, die ons zo vervolgt, gaan uitleggen waarom wij denken dat het om die Bijbel gaat en dat je die moet lezen in je eigen taal, dat voor iedereen moet kunnen. En daarom deze artikelen. Hoe is die Bijbel nou tot ons gekomen? Waarom heeft die nou goddelijk gezag? Ja, gemeente, dat is natuurlijk een heel proces geweest. De Bijbel is Gods woord, maar hij is niet zomaar uit de hemel komen vallen. In het begin heeft God zich geopenbaard door middel van dromen en visioenen. En hij sprak rechtstreeks met mensen. Die hoorden zijn stem. En dat werd eerst mondeling doorgegeven, van mond op mond, van kind op kind, tot het uiteindelijk ook is opgeschreven. En dat is langs allerlei verschillende lijnen gelopen. Hoe precies, dat is voor ons lang niet altijd meer na te gaan. Maar het mag dus wel een wonder heten dat wij deze bibliotheek aan Bijbelboeken kunnen lezen. Daar zit Gods zorg in. Zo beleiden we met de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar zit Gods zorg in voor ons en ons heil. Daar gaat het om. Dat is het doel. Dat je dat woord hoort en leest. Ja, en dat je dan heil ontvangt. Dat wil zeggen dat je tot Christus komt en dat je leven aan hem verbonden raakt met artikel 5, dat je je geloof daarnaar richt, daarop grond en daarmee bevestigt. En dan heeft in artikel 4 Guido de Bres allemaal opgesomd, die 66 Bijbelboeken, Oude en Nieuwe Testament, die wij in onze Bijbel hebben staan,
Dat zijn de zogenaamde kanonieke boeken, die horen bij elkaar, die vormen samen één geheel. En gemeente, het is altijd weer bijzonder om te zien hoe 66 boeken die voor een deel los van elkaar geschreven zijn en in heel verschillende tijden en culturen en omstandigheden toch samen één duidelijke boodschap uitdragen. Guido de Bret wijst daarop in artikel 5. Dat is toch iets om mee te nemen? Dat kan toch niet zomaar toeval zijn? Daar moet toch Gods hand achter zitten? Dat alles zo'n eenheid vormt, dat Jesaja al profeteert en dat je het in Christus werkelijkheid ziet worden bijvoorbeeld. Dat Mozes al 2000 jaar eerder had opgeschreven hoe aan Abraham was gezegd dat in hem Gods zegen zou komen, dat hij nageslacht zou ontvangen en dat via zijn nageslacht dat tot zegen zou zijn voor alle volken. De Bijbelboeken bestrijken een periode van duizenden jaren. En ze zijn in heel verschillende eeuwen geschreven. En dan kun je zeggen vandaag, ja, onze tijd is zo anders dan toen. Wat heb je nou daaraan, aan die Bijbel? Maar vergeet nou niet, dat geldt voor de Bijbelschrijvers zelf ook. In Paulus' dagen ziet de wereld er totaal anders uit dan in de dagen van bijvoorbeeld Jesaja. En dat merk je ook in die Bijbelboeken. Ze zijn best ook verschillend van elkaar daardoor. En toch is er die rode draad, die duidelijke lijn. Gemeente, als je de Bijbel gaat lezen, dan zit daar in de Bijbel zelf al zoveel bewijs. Dat woord dat gebruikt artikel 5. Dat het niet zomaar een boek is, niet zomaar een bibliotheek is, maar dat het Gods woord is. Dat hier een levende God aan het werk is. Zelfs blinden kunnen het tasten, zegt artikel 5. Zelfs mensen die verder niet geloven, die zouden het kunnen ontdekken als ze de Bijbel met wat welwillendheid zouden lezen. Dat dingen die eerst voorzegd werden, zijn uitgekomen, dat ze worden vervuld. En waarom zouden we dan vandaag zeggen, ja, maar nu zijn de tijden veranderd. En nou kun je met een hele hoop niks meer. Terwijl dat toen niet gezegd is. Of misschien waren er wel die dat zeiden. Maar ze stelden zichzelf daarmee wel buiten het volk van God en het koninkrijk van Christus. 66 Bijbelboeken die zoveel eenheid laten zien. Waarom precies deze? Waarom houden we deze voor betrouwbaar? Waarom zijn deze kanoniek? Want zo noemen we dat dan. Nou, kanoniek, dat wil zeggen dat ze beslissend zijn voor het geloof. Letterlijk betekent het woordje kanon richtsnoer of maatstaf. Maar wie bepaalt dat? Soms dan leeft wel eens de gedachte, ook op catechisatie komt dat wel eens naar voren, ja, dat zo'n kanon dan toch maar een ding van mensen is. Dat is dan door mensen bedacht. Om deze boeken te aanvaarden, om hier met deze Bijbelboeken een Bijbel te maken. Dat zou toch een soort ontwerp van mensen zijn. Maar gemeente, inderdaad is er zo ergens rond het jaar 100 na Christus een officiële vergadering geweest van Joodse geleerden na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem, waarbij de boeken van het Oude Testament zijn vastgesteld. En een tijd later, een aantal eeuwen later, is dat ook gebeurd met de boeken van het Nieuwe Testament. Dat is tijdens een aantal concilies aan het einde van de vierde eeuw gebeurd. Maar het is niet zo dat er op die vergaderingen nou is gekeken door de daar toevallig aanwezige mensen van, nou, we hebben eigenlijk nou wel eens een keer een Bijbel nodig. Dan moeten we maar eens een aantal Bijbelboeken bij elkaar gaan zetten. En dat noemen we dan in het vervolg maar Bijbel. Nee, het is juist andersom gegaan. Op die vergaderingen was er al een lijstje. In plaats van dat er een lijstje is gemaakt. Op die vergaderingen is slechts bevestigd wat in de gang van de geest
door de tijd heen en in de kerk al duidelijk was geworden. Want het is zo gegaan dat deze Bijbelboeken als het ware zijn boven komen drijven. Mensen werden hier namelijk door veranderd en vernieuwd. Er bleek in deze Bijbelboeken een wonderlijke kracht te zitten. En het is de kracht van de Heilige Geest, zo zegt de Bijbel het zelf, die harten bekeert, die het heil van Christus uitdeelt en ervoor zorgt dat je gelooft en dat je geloof versterkt wordt en dat je Jezus als je verlosser mag leren kennen en dat je leeft vanuit zijn liefde. Je kunt zeggen, gemeente, deze Bijbelboeken die kwamen overeen met wat de Geest deed en had gedaan, ja, gewoon in de harten van mensen. Stelt u het zich zomaar voor, dat op een zeker moment duidelijk was, steeds als we uit dit Bijbelboek lezen, dan gebeurt er wat. Dan horen we ervan op. Dan zien we hoe daardoorheen de Heilige Geest in onze gemeente, in onze harten werkt. Ja, en dan zijn er ook nog andere boeken. Er zijn ook Bijbelboeken waar best wel discussie over is geweest. Hoort dat er nou wel of niet bij? En er zijn ook boeken dus afgevallen, dat noemen we dan de apocryfe boeken. En die zijn wel waardevol. Statenvertalers die hebben ze destijds ook uitgegeven. Die stonden dan na Openbaring nog een bundeltje met apocryfe boeken. Die mocht je ook gerust lezen. Alleen je moest erbij bedenken dat ze niet als woord van God, als kanoniek werden aanvaard. Maar deze Bijbelboeken, die horen bij elkaar. En gemeente, daarom als u nou gevraagd zou worden, waarom heb je die Bijbel, waarom is dat zo belangrijk voor je en waarom zijn het nou deze Bijbelboeken? Nou, dan mag u dat dus antwoorden. Dat de kerk gezegd heeft, wij moeten erkennen wat de Heilige Geest doet en hij werkt nou bij uitstek door deze Bijbelboeken heen. En daarom staat het er zo in artikel 5, dat de Heilige Geest ons getuigenis geeft in onze harten, dat de Bijbel inderdaad Gods woord is. En dat in deze Bijbelboeken de Heere tot ons spreekt en dat het betrouwbaar is. Want uiteindelijk is het dus de Heilige Geest die ons de Bijbel heeft gegeven. In de vorming van de kanon, maar ook toen het werd opgeschreven. Hij heeft ooit een Mozes en een Paulus en een Petrus en al die anderen gebruikt om wat de Heere hen liet zien op schrift te stellen. Wat hij tegen hen zei. Ik zei net al, de Bijbel is niet zomaar uit de hemel komen vallen. Dat is ook bijvoorbeeld een verschil met de Koran. De moslims geloven wel dat Mohammed rechtstreeks de Koran heeft ingegeven gekregen en toen heeft hij hem op schrift gesteld. Zo is het met de Bijbel niet. De Bijbelschrijvers waren niet alleen maar een soort typemachines van al de woorden die in hun gedachten kwamen. Maar het is ook niet zo dat ze op een dag aan een tafel zijn gaan zitten en de ervaringen uit hun eigen leven zijn gaan opschrijven. Dan zou het alleen maar mensenwerk zijn. Nee, het is nog anders. De Heilige Geest heeft de profeten en de apostelen gebruikt, helemaal zoals ze zelf zijn, met hun eigen karakter, met hun eigen mogelijkheden en zelfs met hun eigen beperkingen. En dan kom je dat ook tegen in de Bijbel. Als je in het evangelie van Matthäus leest bijvoorbeeld, dan merk je dat Matthäus een Jood in hart en nieren was. Terwijl je bij Lucas merkt dat hij veel internationaler gericht is. En tegelijk hebben ze getuigd, ieder voor zich, van wat de Heere hen had duidelijk gemaakt. Van iets wat van boven kwam, uit de hemel bij God vandaan. Iets waarvan we vandaag zeggen, en zo is het onfeilbaar woord van God. Daar staat hij zelf voor in. Dat heeft hij zelf gedaan. Er staat geen woord in de Bijbel per ongeluk.
Artikel 5 heeft het er niet alleen over dat de Heilige Geest de Bijbelschrijvers zo heeft geïnspireerd, zo noemen we dat. Dat hij het heeft ingeblazen, door hen heen heeft geblazen met zijn geest. Geïnspireerd. Maar de Heilige Geest wil nou ook naar ons toe komen. Om ons daar dan weer voor ontvankelijk te maken. Gemeente, als er één ding duidelijk wordt, dan is dat je misschien niet keihard kunt bewijzen zoals wij daar in de wetenschap bijvoorbeeld over spreken. Dat de Bijbel Gods woord is. Er zijn allerlei aanwijzingen die in die richting wijzen. Het is belangrijk om ze te zien. Maar het belangrijkste, gemeente, is dat we ze in geloof ontvangen en aanvaarden. Geloof dat de Heilige Geest in uw hart wil werken. Hij wil u overtuigen van de betrouwbaarheid van Gods woord. En van de waarde van dat woord. Dat ga je pas zien als je de Heer Jezus hebt leren kennen in je leven. Wanneer je naar Hem, het bij Hem zoekt en naar Hem zoekt. Dan gaat het voor je open, dan gaat het voor je spreken. Jongelui, misschien heb je het idee dat je pas kunt geloven als je eerst voor jezelf helemaal hebt uitgemaakt dat de Bijbel echt het woord van God is. En dat dus God bestaat. En dan ga je aan de slag met zo'n vraag en voor je het weet zit je in een doolhof. Van steeds weer nieuwe vragen. Ja, maar hoe zit het dan daarmee? En hoe is het dan zo? Nou is het zeker heel goed te verdiepen, heel goed om je te verdiepen in het ontstaan van de Bijbel. En hoe de Bijbel gezag heeft en al die vragen waar het nou al in de preek over is gegaan. Maar denk nou even ook aan die zonnepanelen van mij. Afgelopen week zijn ze op het dak gelegd. En dan had ik natuurlijk eerst bij mezelf kunnen afvragen en uitvogelen of zo'n zonnepaneel eigenlijk wel iets is om in te investeren. Ik zou op internet hebben kunnen zoeken hoe zoiets werkt. En dan ga je zoeken en ik heb het gedaan en dan begrijp ik het nog niet. En dan zou ik op internet ook weer allemaal verschillen tegenkomen. En verschillende soorten tegenkomen. En dan zou ik kunnen proberen om te begrijpen met mijn verstand hoe dat nou precies allemaal gaat en werkt. En wat dan mijn voordeel ervan is. Wat de opbrengst is. Maar je werkt wel. Voor je het weet kom je tijd tekort om op al die vragen het echte ware antwoord te vinden. En als ik het antwoord op al die vragen helder moet hebben, ja, dan zouden ze er nu nog niet op liggen, denk ik. Maar je kunt zo'n beslissing ook anders nemen. Allereerst zie ik op een heleboel daken zonnepanelen liggen. Kennelijk werkt het. Ten tweede hoor ik van mensen om me heen dat ze er voordeel van hebben. Hoe dat zit, dat weet ik niet. Misschien dat ik in de loop der tijd dat nog ga leren en dat mijn kennis toeneemt daarin, dat kan maar zo. Maar dat hoeft me er nu niet van te weerhouden om ze te laten installeren en er gebruik van te maken. En zo is het met de Bijbel ook. Je kunt voor jezelf eerst willen uitmaken, willen begrijpen of je het allemaal wel het geloven waard vindt. En zo zijn er een heleboel mensen in een doolhof terechtgekomen van hun eigen gedachten. Ze zijn verward geraakt. En ze verdiepten zich er een tijd in, maar op een zeker moment dan verflauwde dat. Dan verflauwde hun aandacht, dan kwamen er andere dingen waar ze hun aandacht aan wilden geven. En zo zijn er helaas heel wat jongeren en kerkmensen bij God vandaan geraakt. En je ziet ze weggaan. En dan hoor je van ouders nog wel eens zulke verhalen. Over hun zoon en dochter. Mag ik je uitdagen om het op een andere manier te doen? Als je nou hier in de kerk ziet dat er heel wat mensen zijn die leven vanuit Gods woord, omdat het voor hen gezag heeft.
Als dat nou al eeuwen gebeurt. En als je dan merkt, ja, dat het kennelijk werkt, die Bijbel, mag ik dat zo zeggen vanmiddag? Dat het kennelijk werkt. Dat leven naar Gods woord zoveel goeds tevoorschijn brengt. O, zeker, als christen ben je en blijf je zondaar en we zijn niks beter dan andere mensen. En een christelijke gemeente, daar is ook heel veel menselijks in, helaas. Dat is bepaald niet volmaakt. Maar is er ook niet veel vrucht? Draagt Gods woord geen vrucht in harten en levens van gelovigen? Zie je dat? Ziet u dat, gemeente? Dat is er toch? Het onderling samenleven. Dat je zorgt voor elkaar vanuit de liefde van Christus. Dat je bidt voor elkaar. Dat je kunt getuigen, zoals afgelopen week, op een sterfbed. Alleen maar van de goedheid van God. En dat je dan thuis mag komen. Onze zuster van de Haar. Als je dat nou ziet, dan begrijp je misschien niet alles. En dan kun je voor jezelf niet alles doorgronden. Maar zou je het dan niet serieus moeten nemen? Zoals ik die zonnepanelen maar serieus neem. Kijk, gemeente, op plekken waar het woord van de Heer voluit serieus genomen wordt. Waar het als gezaghebbend blijft staan. En ja, dat is dan soms ook zoeken, wat betekent het voor vandaag. Maar het uitgangspunt is dat het woord ons hoe dan ook iets te zeggen heeft. Waar dat gebeurt, daar vind je zegen. En op plekken waar het verdwijnt, verdwijnt ook Gods zegen. Dan wordt de kerk een organisatie van alleen maar mensen. En zo'n kerk, zo'n gemeente, is gedoemd om bij de Heere vandaan te groeien, om haar inhoud te verliezen. Want alleen als je weet en beleidt dat God de Heere spreekt en dat wat in de Bijbel staat zijn gezaghebbend woord is, alleen dan krijgt God zelf ook gezag in je leven. Want daar is het om te doen. Dat het zeggingskracht voor je heeft. Gaat u dat bij uzelf dan eens na? Want gemeente, wij kunnen misschien wel vanmiddag zeggen, ja, natuurlijk, ik geloof echt dat de Bijbel het woord van God is. Nou, het is mooi als u dat meebeleidt. Maar gaat u het dan ook eens bij uzelf na in uw leven? Heeft het dan zeggingskracht? Voor je huwelijk? Voor je omgaat met je kinderen? Voor je omgaat in je beleving van seksualiteit? Voor hoe je omgaat met je roeping in je leven? Waar God je toe roept? Zie je het zo of niet? Heeft het gezag als het gaat over je schoolkeuze, welk werk je doet, hoe je je beslissingen neemt, je vrije tijd. Ga zo maar door. Weet je, wat doen we? We kunnen zeggen dat natuurlijk de Bijbel het woord van God is, maar het heeft dan iets te zeggen. Laat u zich er ook door gezeggen. De Bijbel nodigt u uit om u daaraan over te geven. Je eraan toe te vertrouwen. Met dat voorbeeld, ik heb dat wel eens vaker gebruikt, van die jongens die gingen zwemmen. En ze hadden zich omgekleed. En vervolgens liepen ze naar het water van de zee en eentje van hen zette voorzichtig zijn voet in het water. Oh nee, veel te koud. En hij ging terug. En de volgende ging ook, die ging tot zijn middel in het water. Die dacht, ik ben wat stoerder. Maar hij stond daar klappertandend en hij rende gauw weer terug. De derde die nam een aanloop en die dook er zo in en ging kopje onder en zwom vervolgens heerlijk rond, verfrissend. Zo mag u zich nou overgeven aan de Heer en aan zijn woord. En als u dat doet, dan zult u merken wat de kracht ervan is en dat het betrouwbaar is. Dan ervaar je de dingen die erin gezegd worden.
dan maakt de Heer zijn belofte voor je waar. Dan is Hij er in al je nood. Dan geeft Hij je kracht als je zelf zo krachteloos bent. Dan raapt Hij je op als je gevallen bent. Al die beloften die Hij geeft. Kijk, en nou is het bij het lezen van de Bijbel belangrijk dat je niet zomaar teksten van toen naar vandaag overzet. Immers, je moet altijd bedenken wat de context is van een tekst. Hoe ze toen en daar hebben geklonken, daar mogen we ons best voor doen. Maar tegelijkertijd, gemeente, lees ook gerust onbevangen uw Bijbel. Om te doen wat Paulus al tegen Timotheus zei, want daarmee wil ik afsluiten. In het gedeelte dat we hebben gelezen wil Paulus Timotheus bemoedigen. Er zal namelijk een tijd komen, zo vertelt Paulus aan Timotheus, dat heeft hij profetisch gezien. Er zal een tijd komen waarin het evangelie geen kracht meer lijkt te hebben. Het evangelie, het woord van God. Het lijkt alsof de Heilige Geest er niet meer doorheen blaast. En er zullen vooral heel veel mensen zijn die de waarheid van de Bijbel niet meer zullen erkennen. Die het evangelie niet meer zullen kennen. Maar dan roept Paulus Timotheus op. Timotheus, blijf bij wat je geleerd en toevertrouwd is. Blijf bij de schriften die je al van kindsbeen af kent. Die maken je namelijk wijs tot zaligheid. Het zijn die geschriften die door God zijn ingegeven en die nuttig zijn om te onderwijzen, om mee te weerleggen, om te verbeteren, om op te voeden. En preek dat woord, Timotheus. Volhard erin. Wees een evangelist. Dat is je roeping. Hou het de mensen maar voor. Want zo werkt de geest. Broeders en zusters, laten we daarop vertrouwen. God werkt zelf via zijn woord. En als wij het zijn woord, zijn evangelie, als wij zijn woord en evangelie ontvangen. En we mogen het weer doorgeven aan anderen vervolgens. Vertrouwen op dat God zo werkt. Het zijn zijn woorden waar een verborgen kracht in zit. Het is de kracht van de Heilige Geest. Hij die het woord met een hoofdletter, Jezus Christus, in je leven legt en de schijnwerper op hem zet en je steeds meer vormt en kneedt, zodat u op hem zult lijken. Nou, dan kun je zingen met Psalm 56. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. En waarom is dat woord onfeilbaar en gezaghebbend? Omdat het was alsof God zelf rechtstreeks tot je sprak. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En daarom, ik vertrouw erop. Ik geloof erin. Ik belijd het. Ik vertrouw op God. Door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. Amen.
Zullen we danken en bidden. Heren, wij danken u dat we ook deze middag uw woord hebben gelezen. En dat we hebben beleden en hebben gehoord hoe ook in vroeger tijd is beleden. Dat dat woord van u gezag heeft, goddelijk gezag. En Heer, het komt er voor ons op aan dat wij dat gezag dan ook erkennen. Maar het is er al. Het is omdat het uw woord is. En Heer, uw kerk heeft dwars door alle eeuwen heen dat ook steeds opnieuw ervaren. Dat u, Heilige Geest, dit woord van u gebruikt tot bekering, tot wedergeboorte. Heer, wat een wonder dat u dat doet, want daarmee geeft u gevolg aan wat uw voornemen was. Daarmee maakt u concreet wat uw liefde is. Namelijk dat u zondaren redt en verlost van het verderf. En wij danken u dat uw woord zo is ingegaan in de geschiedenis, door uw geest gewerkt, en dat de Heilige Geest, dat u ook gebruik maakt van ontwikkelingen die er zijn op deze aarde. Zoals ooit toen er mogelijkheden kwamen om te schrijven. Zoals ooit toen het mogelijk werd om boeken uit te geven. En steeds opnieuw te herdrukken. Dat u gebruik maakt van de radio, een radio-uitzending in China. Dat u ook gebruik maakt van het internet en alle mogelijkheden die dat biedt om uw woord te verspreiden. En Heren, dan zit de duivel niet stil om te midden van al het goede dat er is ook het zaad van het kwaad te strooien. Dat doet hij ook op die manier. Maar Heren, geef dat uw woord ook op die manier tot aan de einden van de aarde zal mogen reiken. Heren, wij danken u voor de geweldige rijkdom die we hebben. Om elke dag opnieuw uw woord tot ons te laten komen. En Heren, tot onze beschaamdheid moeten we zeggen hoe weinig we dat dan soms doen. En hoe moeilijk het tot ons doordringt. Werk met uw Heilige Geest ook op de akker van ons hart, Heren. Dat als we uw woord lezen, dat het dan mag vallen in een akker die vruchten voortbrengt, tot eer van uw naam. Heren, wij willen u danken dat we aan de hand van de belijdenis over deze dingen ook mochten nadenken. En wij willen bidden voor hen die worstelen met vragen rondom het gezag van uw woord. En daarmee ook rondom wie u zelf, Heere God, bent. En of u er bent. Heren, wilt u bij onze jongeren zijn, bij de catechisanten, als in de aankomende week ook de catechisaties weer beginnen en dit ook een van de onderwerpen is waar we met elkaar over spreken. Heren, wilt u goede avonden geven? Wij bidden u, Heren, of u de catecheten wil zegenen en wil vervullen met uw geest. Wilt u ze helderheid geven van verstand? En wees ook met de catechisanten als ze komende week weer zijn uitgenodigd. Heren, geef dat ook momenten zullen zijn waarop we ons kunnen verdiepen en het ons mogen toe-eigenen. Wij bidden u ook voor de coaches die gesprekken ook leiden, wilt u ook hen zegenen en vervullen met uw geest. Heren, wees u met het werk dat in de gemeente gebeuren mag in de aankomende week. Wilt u zijn met ambtsdragers die op bezoek gaan.
Wij bidden u, Heere, of u uw zegen wil geven, ook breder in onze kerken. U weet ook de spanningen die er zijn, juist ook rondom het verstaan van uw woord en om het leven naar uw woord, ook kerkelijk. Heere, wij bidden u om een oplossing daarin. Geef dat het mogelijk zal blijken om elkaar vast te houden en elkaar te vinden aan uw voeten, Heere Jezus. Heere, wilt u daarin zelf ook de weg wijzen? Wij bidden u, Heere, of u ook wil zijn met andere gemeentes en kerken in ons land. Heere, als soms ook aan de goddelijkheid van het gezag van uw woord wordt getwijfeld. En het kan worden voorgesteld alsof de Bijbel toch ook wel een menselijk boek is en vooral bron is voor het leven. Heere, wij bidden u of u ook in die kerken en gemeentes het licht wil laten doorbreken. Dat er eenmaal ook kwam met de reformatie. Namelijk dat uw woord het moet doen. En Heere, wilt u daarin ook heilrijk en zegenrijk werken. Gaat u met ons mee, Heere, als we straks naar huis gaan. Leid ons over de wegen. Ga met ons de komende week in. Wees u met alle verantwoordelijkheden die dan op ons wachten. En hoor zo naar onze gebeden en aanvaard onze dank. In de vergeving van alles wat niet is geweest naar uw heilige wil. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen met elkaar tot slot gaan zingen uit Psalm 33, daarvan het tweede vers. Psalm 33, vers 2.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.